Goedenavond. Good evening, everybody. Welcome to this lovely place. This prachtige plek waar dat we hier mogen spelen voor jullie vanavond. In deze prachtige schuur van de Dag des Heren. Dat is wel toepasselijk op een mooie kerstige avond als deze. We spelen voor jullie onze Leonard Cohen programma. We hebben iemand speciaal extra bij vandaag. Joachim Badenhorst op klarinet en basklarinet. En we hebben ook een beetje een heel klein aangepast programma voor jullie. Dus we gaan er aan beginnen. Deel ook gerust het concert met vrienden, familie, dat zij er ook bij kunnen zijn. Want het is een van de weinige manieren dat we toch samen nog kunnen zijn. Hè? Voilà. Suzanne takes you down to her place by the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you think trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. He sank beneath your wisdom like a stone. Oh. And you want to travel body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror.
And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind, with her mind. Dat was Suzanne, een nummer dat jullie meesten onder jullie wel zullen kennen. We spelen nu eentje dat we hebben toegevoegd aan de set, dat we nog niet veel live hebben gespeeld. Ook een heel mooi pareltje van Leonard Cohen, You Know Who I Am. Thank you.
track me down, I will surrender there. And I will leave with you unbroken man, whom I will teach you to repair. You know who I am, you stared at the sun. Well, I am the one changing from nothing to one. Zo, dus ik vind het echt super tof dat we met twee bladers zijn vanavond. We hebben dat nog maar één keer nog gedaan, voordien. Dus het is echt vrij plezant zo, met twee bladers. Voor de mensen die er nu pas bij komen, hallo, goedenavond. Welcome to our concert. Het lijkt alsof we zo gewoon op jullie scherm zijn, maar we zijn ook echt op dit moment aan het spelen, dus we zijn toch een beetje samen. We spelen nog wat Leonard Cohen voor jullie. Thank you.
dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward to the end of love. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Joachim Badenhorst op klarinet en John Birdsong op trompet. Woehoe! Applaus, applaus, applaus! Yay! Ja. Oké, en tijd om iemand anders in spotlight te zetten. Hey. Joppe Tangen gaat voor ons een liedje zingen. Don't you try to do without him? Why don't you try it
to live alone. Do you really need his hands for your passion? Do you really need his heart for your throne? Do you need his labor for your baby? Do you need his beast for the bone? Do you need to hold the leash to be a lady? No, you're gonna make it on your own. Why don't you try to forget him? Just open up your dainty little hands. You know this life is filled with many sweet companions, many satisfying one night stands. Do you wanna lead a ditch around the tower? Do you wanna be the moonlight and escape? Do you wanna give your blessing to his power? He goes whistling past his daddy's grave. Try to live alone. Do you really need his hands for your passion? Do you really need his heart for your throne? Do you need his labor for your baby? Do you need his beast for the bone? Make it on your own. Tangen. Ik voel me eigenlijk super verwend en dankbaar dat ik zo'n toffe en getalenteerde muzikant er rond mij heb. Dank u. Dus, graag gedaan. Likewise. Ja, voilà. We gaan nog iets spelen. Deze kunnen jullie allemaal meezingen. En nu heb je echt gelijk totaal geen excuus, want je zit thuis in je zetel of aan tafel, of ik weet het niet. Dus, en als de een of de ander in huis zegt van, oh nee, weet het, trekt u er niks van aan. Gewoon, pak die moment. Het is het moment om dan een keer samen te zingen. Halleluja. Halleluja. Ja, ik krijg eigenlijk juist een idee. Ik weet niet, het is maar een idee. Ik dacht,
We gaan nu, normaal als we dit live spelen, zingt het publiek ook mee en dat is altijd een heel tof moment. Als je zin hebt om thuis mee te zingen, ik weet niet, misschien zijn er met gezin, mocht altijd een keer een filmpje maken of zo van jullie die samen zingen en het eronder zetten als ze tof zijn. Geen verplichting en doe wat je zin hebt. Oké, zing maar mee. Intrefreintje. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. Somebody who outdrew you.
not a cry that you hear at night. It's not somebody who has seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Halleluja. Ik hoop dat jullie er deugd van hebben gehad om nog een keer samen te zingen. Zingen is zo belangrijk. En dan zijn we gekomen. We came to a special part of our concert in which we play you a Christmas song. Jingle bell, a rock. Onkel Joppe is in vorm. So next song we will play is John was telling me, it's actually, John made me get to know the song. It's a very old song. We're not sure from when, but it's like medieval somewhere. 12th century-ish. And I would also like to say a big hi and send all my love to maybe some people who might be watching this from Canada. Maybe some family is watching. I have a Canadian family, so if you're watching this, I send you all my love. Hello. And Texas family too. And Texas family too, Belgian yes. Belgian family. Yes. And we play for you, O Come, Emmanuel. But first, I need to get my sheet in front of me. Before I forget. Without my croquette. We also got Uncle Yopa to bring his banjo, which is exceptional. Very excited about this. Hey! Very excited about this. See, I can't leave them alone for 1 minute. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the spirits by thine advent here.
disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Shall come to thee, O So there's a bed and breakfast here in the same building, and it's funny, in the middle of the song we heard this baby cry like Jesus is born. Emmanuel. So Emmanuel is actually I heard is a name that was used for Jesus also. No. Ah. Apparently. Okay. Fijn als jullie nog aan het kijken zijn. Of als jullie erbij komen. John. Tell me something about your instrument. Well, now that you mention it, this is a sort of a trumpet, actually, Uncle Yopa. It's a cornetto, which was very popular in the 16th century, 15th, 16th, 17th century, European classical music, Italian, French, also German. And this is a cornetto muto. It's actually a trumpet, not a flute, so that's an important distinction for me personally as a trumpet player. Any other questions? Thank you. Where are you from? Amarillo, Texas. Okay. Yeah. Hey, Mom. How you doing? Hi, John's mom. We love you. Okay, now everybody say hi to my dad and my family. Oké, okay, next song, volgend liedje dat we spelen, is eentje van Vashti Bunyan.
It's a beautiful song by Vashti Bunyan. It's called Winter is Blue. Thank you. Winter is Blue by Vashti Bunyan. Voor de mensen die nog op zoek zijn naar een kerstcadeautje of die graag onze muziek thuis beluisteren, we hebben een cd'tje opgenomen met het programma dat we spelen, dat we eigenlijk vooral gespeeld hebben in kerken met ons trio. Dat hebben we opgenomen in een kapel in Brugge. En dat kan je bij mij bestellen. Ik stuur het op met de post. Dus in de beschrijving van de video zal mijn e-mailadres nog verschijnen. En dan kan je daar een mailtje sturen om een cd te bestellen. Stuur ik die op naar jou met de post. En Winter is Blue staat er ook op. En het liedje dat we nu gaan spelen staat er ook op. The Partisan. Thank you.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I've changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them shelter, kept us hidden in the garret, then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go. Frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Il est mort sans surprise.
we zijn aan het laatste, aan het einde gekomen. Ik ga het nog een beetje rekken, hè, dat nog niet... Het is goed te lachen. Nee. We komen aan ons. We've arrived at the end of our short little Christmas solstice concert. En het is vandaag een speciale dag. Het is de wintersolstice. Dat wil zeggen dat vannacht de langste nacht is. De kortste dag. Maar vanaf morgen beginnen de dagen terug te verlengen. En komt er dus elke dag een beetje meer licht. En dat wens ik jullie ook allemaal toe. Meer licht, meer warmte. Iets meer hoop, iets meer durven hopen. Moeten we doen. En ik wil ook heel graag iedereen bedanken hier van een fantastisch team. Tim Lensens heeft ons geluid fantastisch gedaan. En de jongens van Studio Trad, Wart en Jeroen, topteam. Zij doen ook livestreams op hun eigen Facebookpagina. Heel toffe livestreams. We gaan ook een keer bij hun nog een livestream doen in maart. Dus dat is nog even. Maar er zijn heel veel toffe bands bij hun ook die je kan zien. En merci Joppe, John en Joachim. Voilà, merci aan jullie allemaal. En een grote merci ook aan Kathleen en Bart hier van de Dag des Heren. Dat we dat hier mochten doen. Fantastische plek. Bedankt aan jullie allemaal. Hou jullie goed. I wish you all the best. And we finish our concert for you with So Long, Marianne. Come over to the window, my little darling. I'd like to try and read your palm. I used to think I was some sort of gypsy boy. It's time that we began to laugh and
right beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh. Merci allemaal. Ja, hopelijk tot heel binnenkort in het echt bij elkaar. En Merry Christmas. Merry Christmas. Year. Tot volgend jaar. En ik wens iedereen het beste toe. Take care. Bye.